We hadden net Agathe Witteman aan tafel. Zij is regisseuse en ze is politica. Ze heeft een betoog gehouden. VVD, kom over de brug met het geld. En zij heeft geregisseerd Oog van de Storm, waarin een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Hans Croisset. Hij is hier ook. Wat fijn dat u... Gaan we tutoyeren? Nee, ja, uiteraard. Uw vrouw durfde niet te tutoyeren. Nee. Dat was echt dat vanzelfsprekend. Ja. Dat was gij. Ja. Maar Hans, we kennen elkaar natuurlijk van de wandelgangen en van verleden. Je speelde Oog van de Storm samen met Annemie Blankes. Johanna ter Steeg hadden we het al over en nog een paar mensen. Ja. Je hebt geen eens de première gehaald. Nee. Dat heeft niet met je leeftijd te maken. Want u bent natuurlijk een senior acteur. Daar kunnen we het niet op schuiven. Nee. Wat ging er door je heen? Nou ja, een heel raar gevoel. Het is ineens alsof al het water uit de Rijn wegstroomt. Je bent niet klaar. Je bent pas klaar als je 40, 50 voorstellingen hebt gedaan. Maar nu hebben we niet eens de première gehaald. We hebben 8 try-outs. En die liepen wonderwel goed. En het ging steeds beter. En we verheugden ons langzamerhand op een première. En dat gebeurt dan niet. Dat is iets wat je een unicum in je leven, zoiets nog nooit meegemaakt. Nee, want het is natuurlijk dan nooit af. Want jullie gaan misschien volgend jaar spelen, wat Agathe, die vrouw en de regisseur ook zei. Maar als het niet gespeeld gaat worden, dan zal het nooit af zijn. Nee. En nou, voor de mensen thuis, je maakt fantastische toneelverslagen. Ja. Je schrijft naar elke voorstelling, schreef je altijd hoe het hebt beleefd. Het was nooit goed. Je was zelden tevreden. Ja. En niet alleen over jezelf, maar ook over het publiek in de zaal soms. Ja. Qua concentratie en hoesten. Ja. Maar hoe zou je dan dit moeten omschrijven? Heb je het omschreven ergens, dit gevoel? Nee, ik heb expres er niks over geschreven. Dat is raar, want het is natuurlijk heel bijzonder. Ja, maar ik was zo bang voor een klaagverhaal. En dat leek me ook niet gezond. We moeten het gewoon ophouden. Je moet het geloof hebben dat het wel doorgaat. Je moet het geloof hebben dat je op een bepaald moment weer met die rare man die ik moet spelen weer aan de slag kan. Eén keer in de 14 dagen herhaal ik het voor mezelf. Ja? Ja, om het niet kwijt te raken. Want het is ook nog een hele ingewikkelde verhaal, een ingewikkelde voorstelling. Dus je moet er echt een heleboel voor doen. En we hadden er al zoveel voor gedaan. En dat wil je laten zien. Niet uit pronkzucht, maar omdat je hebt je anderhalve maand samen met je collega's verdiept in een persoon die je niet zelf bent. En die kant van jezelf, die zit ergens. En ja, je bent toneelspeler geworden om dat te laten zien. Ja, maar jij bent ook iemand op leeftijd, dus je hebt veel meegemaakt. Maar dit heb je natuurlijk ook nooit meegemaakt. Nee. Kan je met iets vergelijken wat je ooit hebt meegemaakt in je rijke theatercarrière? Nou, toen ik net... Doe geen oorlogen, hè? Niet de 80-jarige oorlog of zo. Maar... Nee, maar ik ben wel van voor de oorlog, ja, dat wel. Ik ja. Maar ik heb één keer, toen ik net begon, toen werd er een productie op touw gezet bij het Rotterdamse Toneel, Madame Sangène. En dat werd gespeeld door een actrice die daar ongeveer 40 jaar te oud voor was. En na een week zei de regisseur, nee, we zouden het toch maar niet moeten doen. Gecanceld. En welk jaar hebben we het dan over? Dan hebben we het over 1953 voor Christus. Net voor de waterstootramp. Ja, precies. Dat was Mozes. Ja. Dat was in Egypte. Ja. Maar, ik had het dan net over de Rijn die over het land stroomt. Ja, dit was andere tijden, die net de onze. Maar hoe oud was jij toen? Was je een jonge acteur dus? Ik was 17, ja. Dus jij kan je ook inleven in de theatermaker van nu, die allemaal jong zijn, de jonge theatermakers. Ja, wat gaat er door hun... Je kan ze wel iets zeggen of iets. Wat moeten zij nu? De jonge theatermakers die op school zitten, of net ervan af zijn, die denken, waar gaan we naartoe? Nou, ik wou straks over... Ik geef erg veel les op de toneelschool. En ik heb dus contact met een paar studenten die nu af moeten studeren, maar hun werk niet kunnen laten zien. Dus niemand weet wie ze zijn. En dat vind ik heel erg aan deze crisis. Ik zit in een luxe positie. Ik ben mijn hele leven gesubsidieerd geweest. En ik zit nou luxueus bij Bongertman, Zenef Moor. Maar het is voor die kinderen is vreselijk. Ja. Trouwens, voor die hele generatie. Ja. Waar gaat het naartoe? En daar kan je nu op mijn leeftijd kan je daar een beetje
ja, reflecterend naar kijken. Maar het is voor die kinderen, want ik noem het altijd maar kinderen, ja, dan is het een onoverzichtelijke berg die niet te beklimmen is. Nee, omdat je ook niet weet waar het naartoe gaat. Nee. En, maar toen jij 17 jaar was en Madame Sans-Scène werd toen afgezegd, zat je ook toen zonder werk? Of ging je gelijk weer een andere productie in, omdat je natuurlijk bij een theatergezelschap aangesloten was? Ja, in mijn eerste jaar speelden we 12 producties, 250 voorstellingen. En toen werd het gezelschap opgeheven en toen heb ik ook anderhalve maand zonder gezelschap gezeten. En toen ineens kon ik figurant zijn bij de opvolgers. Ja, en vanaf dat moment is het doorgegaan. Dus het is natuurlijk wel hoop. Ja. We moeten hoop houden, ook voor deze generatie. Tuurlijk, maar alleen voor het moment nu is het vreselijk voor die kinderen. Ja, ja. Jij gaat iets voorlezen. Dat heb ik net gehoord. Heb je net gehoord? Ik wou daarmee afsluiten. Ja, dus we sluiten dan nu af. Ja? Je gaat iets voorlezen. Nee, maar ik moet even weten hoe het zit. Nee, het zit namelijk zo. Ja. Je gaat tekenen voor hoeveel mensen? Nou, bijvoorbeeld. Ik teken in ieder geval voor de laatste klas van mijn toneelschool. Welke plaats? Dat zijn er ongeveer een stuk of 12. En toneelschool? In Amsterdam. Amsterdam. En Matthijs vertelde mij op een bepaald moment dat er in de voorverkoop van het stuk al 30.000 kaarten waren verkocht. Ja. En ik zou die 30.000 graag eraan toevoegen. En mag dat? Ik ga nu even... Nee, dat mag niet. Mag niet. Waarom hou jij niet aan de afspraak, Hans Quarset? Omdat ik gewend ben mijn hele leven tegen elke afspraak in te gaan. Dat is 1627 voor Christus was het allemaal toegankelijk, maar nu niet meer. Maar nou niet meer. In deze tijd. Nee. Je tekent dus alleen, we moeten dat streng houden, want het wordt niet te helder. Alleen mensen die in de cultuur echt werkzaam zijn. Nou, omdat mijn voorgangster al namens de cast heeft getekend. Ja. Dat kan ik niet nog een keer doen. Nee. Dat mag waarschijnlijk ook mag niet. Mag ook niet. Nee. Ik weet niet of je sowieso hier leven dit pand verlaat als je zo doorgaat. Denk ik wel. Want ik ben namelijk niet kapot te krijgen. Nee, maar die 30.000... Nee, die gaan we niet doen. Maar ik wil ze wel gezegd hebben. Ja, dat is gezegd, Er zijn 30.000 mensen die kaart hebben gekocht voor een voorstelling die ze niet te zien krijgen. Voor Hello Dolly zijn 100.000 kaarten gekocht. Die heb ik ook niet. Maar die ga ik niet gebruiken. Nee, ja, ik wel. Ja, nee, je gaat niet gebruiken. Hoeveel studenten ga je dat tekenen? 12. 12. Ja. Maar wil je alsjeblieft iets voor ons voorlezen? Ja, oké. Dank je wel. Dit is mijn gezicht. Ik heb niets ergs gedaan. Alsjeblieft. 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 Ik krijg geen adem. Alsjeblieft. Iemand. Alsjeblieft. Ik krijg geen adem. Ik krijg geen adem. Ik krijg geen adem. Mijn gezicht staat toch op. Ik krijg geen adem. Alsjeblieft. Shit. Ik krijg geen adem. Ik kan niet bewegen. Mama, mama, ik kan niet. Mijn knie, mijn ballen, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben claustrofobisch. Mijn maag doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ze gaan me doden. Ik krijg geen adem. Ik krijg geen adem. Alsjeblieft, meneer, alsjeblieft. Ik krijg geen adem. Vervolgens sloot hij zijn ogen en hield het smeken op. En even later werd George Floyd doodverklaard. Sissa. Dank je wel, Hans. Wil je voor ons tekenen voor die 12 mensen? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, het is heel mooi, heel mooi. Stilt is het. Dus die 30.000 mensen die kaart hebben gekocht voor Oog van de Storm, waarschijnlijk volgend jaar maart kunt u komen kijken. Dat geldt ook voor Hello Dolly hopelijk. En Hans gaat tekenen voor de 12 studenten van toneelschool Amsterdam die niet kunnen laten zien wat ze willen laten zien. Maar veel succes in hun toekomst. Het is Hans ook gelukt. In 1675 voor Christus werd een voorstelling afgezegd en nu is hij nog steeds hier. Inmiddels is hij 1700 jaar oud en we zien het niet. Pas je op het afstapje? Ik niet. Tot ziens. Cultuur in actie.